volgende genomineerde bedrijf in de categorie MKB is TransLion. Een HRM-dienstverlener die zich bezighoudt met de werving en selectie en outplacement. Met als specialisme de begeleiding van zieke werknemers. Door op de hoogte te zijn van de wettelijke ontwikkelingen spelen zij in op deze markt. Bedrijven krijgen ondersteuning tegen goede tarieven. Je krijgt wat je ziet en je ziet wat je krijgt. Zo komen de klanten van TransLion nooit voor verrassingen te staan. Heeft een bedrijf een offerte gehad voor 6 maanden werk, maar is het in 2 maanden volbracht, dan betaalt de klant er maar 2 en niet 6. TransLion neemt veel personeel uit de regio aan en zorgt zo voor werkgelegenheid. Ze hebben een klantenbestand met grote namen erin, waaronder Nationale Nederlanden en de Amersfoortse Verzekering. Daarnaast werken zij samen met Kapelse en regionale bedrijven, zoals Volta Verzekering en Best&Z Printing. Er werken 10 mensen met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar. TransLion biedt optimale begeleiding en ondersteuning voor HRM-activiteiten en ziekteverzuim in het kader van de wet Verbetering Poortwachter. Ze werken landelijk en bezoeken hun cliënten op locatie. Directeur Leo Hille startte TransLion in 2000 als ZZP'er. In 2003 nam hij een ander bedrijf over en zo groeide TransLion verder. In 2009 verhuisden ze naar de huidige locatie in Capelle West. Het bedrijf werd omgebouwd naar een reïntegratie- en logistiek bedrijf en werkte tot 2010 voor het UWV. Hier haalden zij een plaatsingspercentage van ruim 70%. Kortom, een bedrijf waarbij de mens centraal staat. De toekomst is niet te voorspellen. Dat daagt de ondernemer uit en ook zijn mensen.